Allereerst moet u eensgezind te samen wonen op weg naar God. Wanneer u een vrouw ziet, blijf haar niet uitdagend aankijken. En als men genot vindt in elkaars hartstocht, dan is er van echte reinheid al geen sprake meer. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schulden hebben. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het Als je dat niet gekend hebt, weet je het ook niet, hè. Hoe het zou geweest zijn, hè, als je een vrouw had. Nou, ik wil zeggen, ja, we zijn altijd onder mannen geweest, onder studenten, hè, altijd zo. Dus verder gaan in het kloosterleven ook, hè. Seksualiteit hoort thuis binnen de relatie tussen man en vrouw. Hè? Volgens officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Hè? En dus als religieus, in de traditionele zin, kon je niet tegelijkertijd getrouwd zijn, hè? Man of vrouw hebben. Dus. En dus, ja, dan kan je dat klavier niet bespelen, hè? In relatie met een andere mens. Komt van alles. Holborstjes, koolmezen, pimpermezen, staartmezen, mussen. Dat is mevrouw Mussen. Het celibaat met het klassieke kloosterleven, dat hangt samen. Dat is één van de drie geloften. Je hebt dus de gelofte van gehoorzaamheid, de gelofte van armoede en de gelofte van, dus het celibaat, de gelofte van zuiverheid. En dat alle drie de geloften gaan tegen fundamentele menselijke driften in. Dat is, maar ja, goed, ons leven wordt niet geleid. En dat is door driften, maar door toewijding. Ja, in ieder geval, je hebt geen gemeenschap met een vrouw, hè? Hè? Je ligt niet ergens te duikelen in een of ander bed, hè, te delen met een vrouw, hè? Nou, dat maakt mij heel nieuwsgierig natuurlijk, hè? Hoe dat is. Gewoon van iemand anders, van een ander aan te raken en met respect en tederheid. Nou, die nieuwsgierigheid, dat is de appel in de tuin, hè, van Adam en Eva, de nieuwsgierigheid van als we nou dit toch eens zouden doen of dit of dat.
Sommige dingen moet je gewoon niet proberen. Nee? Heb je er ook geen last van. Is dat verlangen er niet? Jawel, dat verlangen is er zeker. Nieuwsgierigheid is er ook, ja. Hè? Maar, ja. Ik ben ook wel nieuwsgierig van... hoe zou dat nou, welk gevoel zou dat geven om op de maan te lopen, hè? Als je, ja? En daar ga ik ook niet naartoe. Er is een hele discussie geweest over het verplichte celibaat. Dat vind ik dwaas. Een toewijding wat een verplichting is. Maar in kloosterleven is dat een keuze. En is dat een positieve keuze. Bovendien, stel je voor dat we hier met z'n zessen nog met 6 kibbelende dames zouden zitten. Dat zou toch niet mogelijk zijn? Had jij het klooster willen verlaten voor een vrouw? Nee. Nee. Dat is het gekke ervan. Ik kan het hoogstens zeggen dat ja, dat ik minstens naar dates verlangd heb. Hè. Of verlang. Ik neem sowieso niet gemakkelijk ingrijpende beslissingen. Hè. En denk ik dat de stap naar buiten mij waarschijnlijk te groot is. Hè.